cellen. Yummy, yummy. Wie bent u? Dag, ik ben Adrie Versdijk en ik ben vrijwilliger in dit museum. En waar zijn we nu? Je bent in het Fruitteeltmuseum in Capelle. Capelle ligt midden tussen de boomgaarden. Ze noemen het ook wel de bloesem van Zeeland. Dus een museum is, een fruitteeltmuseum is hier heel erg op zijn plek. It's going to be a fruit salad treat. The first step, peel your banana. Komen hier veel toeristen? Nou, toeristen, ja, de meeste toeristen komen in Walcheren, Schouwduiveland, Zeeuws-Vlaanderen. We liggen een beetje ver van de toeristische routes, maar onze folders liggen overal, dus we krijgen regelmatig bezoekers, als het slecht weer is, van toeristen. A plate and a spoon. We'll all be eating it very soon. The first step. En wat doet u hier precies? Ik ben coördinator van de vrijwilligers. Ik werk hier al, ik noem het werken, hè, 12 jaar. Dus ik weet een beetje wat er allemaal te koop is. Dus ik probeer nieuwe vrijwilligers aan te trekken. En als het nodig is, vertel ik mensen iets over het museum. Over de winkel. We hebben een winkel. We hebben een koffiehoek. Wash the bowls and wash the spoon. Let's do it all again real soon. Wat is er allemaal te zien in het museum? Nou, in het museum vertellen we, kunt u zien, het verhaal van de fruitteelt vanuit de oudheid, vanaf de Romeinen, via de monniken. De monniken die in de kloosters, in de tuinen van de kloosters allerlei fruit verbouwden, tot de hedendaagse fruitteelt. Vroeger waren er hele hoge bomen met hele lange ladders waar mannen in moesten klimmen. En tegenwoordig zijn het allemaal kleine boompjes. Kleine boompjes waar de fruitkweker zo bij kan. Soms een klein trapje. Je kunt het allemaal zien in onze tuin. We hebben een hele leuke fruittuin aan de achterkant van het museum. Daar staan wel 80 rassen. En we hebben een tuin voor het museum. Dus in april, mei is dat altijd prachtig in de bloei. En vanaf augustus is er altijd heel veel te zien in onze boomhaard. It's time to put the scraps away. Wash the bowls and wash the spoon. En wat verkoopt u hier? We verkopen in onze winkel heel veel boeken. Boeken over fruitteelt. Je moet altijd een link met de fruitteelt hebben. We verkopen ook alle Zeeuwse producten, zoals lekkere jams gemaakt van Zeeuws fruit. Cadeauartikelen met een afbeelding van fruit. We vullen kistjes, kleine kistjes met Zeeuwse producten. Er is voor elk wat wils. Yummy, yummy, fruit salad. Yummy, yummy, fruit salad. Yummy, yummy, fruit salad. Yummy, yummy, fruit salad.